we gaan gewoon verder met waar we gebleven zijn. En dat is de VN-resoluties die tegen Israël in het leven zijn geroepen. Eigenlijk bijna al sinds het begin van het bestaan van de Veiligheidsraad worden die resoluties al uitgesproken en worden er veto's uitgesproken door de Amerikanen, waardoor eigenlijk geen enkele van die resoluties... Al 84 of zo. Al sinds 84? Nee, al 84 veto's, geloof ik. Yeah, als ik dat goed heb. Ja, ik heb hier ook. Ja, okay. De mensen thuis weten hoe ik ben. Te veel documenten. Maar ik heb een lijstje gemaakt van verschillende resoluties die dus tegen Israël zijn uitgeroepen. En ze zijn eigenlijk in een paar verschillende categorieën te bestempelen. De meeste resoluties die zijn uitgesproken zijn eigenlijk ter rectificatie van voorgaande resoluties die waar veto's op zijn uitgesproken, in de hoop dat er dit keer geen veto wordt uitgesproken. En ik heb bijvoorbeeld hier ook resolutie nummer 242... waarin het Midden-Oosten een nucleair vrije zone, als een nucleair vrije zone wordt bestempeld. Met andere woorden, geen enkel land in het Midden-Oosten mag nucleaire faciliteiten hebben. En wat staat er in Israël? Anyways. Resolutie 252 gaat over Oost-Jeruzalem. Wat sinds de bezetting voor een gedeelte in Palestijnse handen is gebleven. Maar ook in Oost-Jeruzalem worden de nederzettingen gebouwd en uitgebreid. En ook daar zijn dus resoluties tegen uitgesproken door de VN-veiligheidsraad. Maar alsnog weer een veto van de Amerikanen. Waardoor de Israëli's gewoon weer verder kunnen gaan. Een andere, 262, is dat de Israëli's een schadevergoeding moeten betalen aan Libanon voor de schade die ze hebben veroorzaakt tijdens de invallen. 271, weer de status van Oost-Jeruzalem. Eigenlijk een rectificatie op 252. En eigenlijk de ergste, waar gewoon nooit wat aan gedaan wordt, is dat in de Geneefse conventie, de vierde Geneefse conventie, is vastgelegd dat mensen... die door een bezetter, dat een bezetter geen mensen naar bezet gebied mag deporteren als zij zich bevinden in, zeg maar, niet bezet gebied. Ja. En sinds 1967 weten we dat de Westbank en Gaza als bezette gebieden worden bestempeld. En dat de Israëli's eigenlijk al heel lang vanuit wat nu Israëlisch grond is, mensen deporteren naar de Westbank en naar Gaza. Wat dus in strijd is met de Geneefse conventies. Waar, nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resoluties waar ik dan tot nu toe op ben gekomen, die zich daartegen hebben uitgesproken, maar waar een veto van de Amerikanen tegenover is gekomen. Met andere woorden, de Israëli's hoeven niks te doen. Ja. En nog één heel ziek feitje wat hierbij komt kijken, is dat eigenlijk de Israëli's, als je bijvoorbeeld kijkt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken op die website, of als je naar een Joodse organisatie gaat en kijkt hoe zij kijken naar de bezette gebieden, is zij erkennen die gebieden niet als bezet. Wat de Israëli's zeggen, is dat zij die gebieden hebben geschonken aan de Palestijnen. Dat de Palestijnen eigenlijk blij zouden moeten zijn en tevreden met het feit dat zij die gebieden hebben gekregen van de Israëli's. En daarom kunnen zij eigenlijk wereldwijd die resoluties tegenwerken door te zeggen van, sorry, maar dat zijn geen bezette gebieden. Dus we kunnen daar gewoon mensen naartoe deporteren. Maar ja, anyways, waarom is het geen bezet gebied terwijl er gewoon muren omheen worden gebouwd, ja, terwijl mensen niet naar buiten kunnen? Dus je komt daar eenmaal terecht en je mag gewoon niet meer weg. En dan gaan ze moeilijk doen over tunnels die via Egypte worden gegraven. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, scherp verwoord. Ja, toch? Ja. Alright, nou, daar ben ik eigenlijk wel een klein beetje mee eens. Nee, ik wil er nog eigenlijk eentje ingooien. En dat is resolutie 694. En dat is, die gaat ook in op de deportatie. Israël moet stoppen met mensen te deporteren. Mm-hmm. Maar daarbovenop, kom nog kijken, dat mensen die gedeporteerd zijn, mogen terugkeren naar de gebieden waar ze woonden. Maar ook vooralsnog werken de Israëli's dit tegen. En ja, zijn Palestijnen gewoon tot de dag van vandaag tot grote gevangenissen veroordeeld.